eten van eigen bodem. Ja, stel kinderen is de vraag, maar waar komt voedsel nou vandaan? Dan zeggen ze, ja, uit de supermarkt. En daar hebben ze op zich niet echt ongelijk in. Maar ja, waar komt het dan verder vandaan? Hè? Dat is voor veel kinderen niet helemaal duidelijk. Dat kan en moet anders, vinden de initiatiefnemers van de Week van de Klassenboer. Kinderen en jongeren die gaan deze week langs bij boeren in de buurt. Driekwart van ons eten komt dan misschien uit het buitenland. Bijvoorbeeld koffie, zonnebloemolie, graan en veevoer. Een kwart wordt gewoon in eigen land geproduceerd. Gewoon om de hoek dus. Goedemorgen allemaal. Jullie hebben dus allemaal een product op jullie bord liggen. En nu gaan we samen kijken. En dan zoomen we dadelijk in op het product wat wij hier op onze boerderij maken. En dan gaan we dadelijk kijken hoe dat we dat doen. Allemaal. Ja. Kinderen krijgen allemaal een stofjas aan. He, dan kunnen ze dadelijk allemaal lekker aan het werk op de boerderij. En dan worden ze niet vies. Dan zijn het echte boertjes en boerinnetjes. Waarom bijt hij dan? Doet hij niet pijn? Hij bijt hem. Hij zuigt. Kalfje, is dat een meisje of een jongen? Dit is een meisje. Hij is heel donker van kleur en plakkerig. En er zitten heel veel antistoffen in. Hier? Oh. Lijkt een beetje op chocomel. Sommige producten zullen misschien uit van de kippen zijn. Andere misschien uit de land- en tuinbouw. Of uit de varkenshouwerij. Een beetje spannend, maar ook leuk. Ik ben het eten van de kalfjes aan het bijvegen, zodat ze meer eten hebben. Door het zelf te doen en het zelf te ruiken en te voelen, dat het blijft hangen. Ik weet zeker dat als ik over 10 jaar deze kinderen nog een keer tegenkom, dat ze allemaal nog weten dat ze hier op de boerderij waren en wat ze hier allemaal hebben mogen doen. Ja, Anna, jij hebt ook kinderen. Hoe zit het met hun kennis over waar hun eten vandaan komt? Weten ze dat? Nou, mijn oudste die had ook schooltuinen op school. Dus die ging dan ook zelf eten verbouwen. Oh ja. Dus dat was wel heel leuk. Ik vind dat wel een leuk initiatief. Ik vind het wel goed hoor, dat kinderen daar iets meer bewust van zijn. En jij biecht eerder op dat je nu een moestuin hebt? Ja. Dus dan zien ze ook waar dus... Ja, en dan zien ze ook hoeveel moeite het kost. En dat we dan heel hard werken en dan hebben we 3 pompoenen aan het eind van de zomer. Oh, ja. Dus dat is ook wel goed om dat te zien. Om dat te zien, ja. We gaan naar een gedoe.